She'ena tsuricha. Dat is een bracha die eigenlijk niet nodig is. En dat is de grote vraag. Is dit nou een grote mitzwa om zoveel brachot per dag te zeggen? En als we inderdaad zeggen dat het een grote mitzwa is om die 100 brachot te halen, dan zou de enige rechtvaardiging zijn om zo een bragage in tsricha te zeggen. Want bragage in het tsricha is een braga die je had kunnen vermijden, die je niet had hoeven zeggen. We moeten altijd proberen inderdaad 100 bragot te zeggen, maar niet ten koste van de heiligheid van de godsnaam. Waardoor we, als het ware weer van die knusha afhalen. En als we het te vaak zeggen, een braga is dat een bragage in tsricha die niet echt nodig is. Nogmaals, twee voorbeelden. Ik eet om 12 uur een banaan met een voorbracha borei adama. Maar ik weet dat ik om 12:30 een slaatje ga eten met ook een voorbracha borei adama. En dat ik dus de aardvruchten een bracha zeg. Nou, als je dat weet, dan kun je dat met elkaar verbinden. Dus die bracha om 12:00 geldt voor je slaatje om 12:30. Maar als jij al om 12:01 de nabracha over de banaan zegt, dan hoef je dan om 12:30 dat slaatje niet te laten staan. En dan mag je er gewoon opnieuw een voorbracha over zeggen. Want een nabracha om 12:00 sluit de voorbracha om 12:00 af. En daardoor moet je dus opnieuw een nieuwe bracha zeggen voor het slaatje wat je om 12:30 eet. Maar liever niet, want het is eigenlijk een bracha en het tsricha. Een bracha die niet nodig is. En als een bracha niet nodig is, moet je hem niet zeggen. Maar als het nodig is om die 100 brachot te halen, zou het eventueel mogen. Er is een meningsverschil in de poskim. Veel staan het niet toe, veel staan het wel toe. En dat is een beetje een persoonlijke keuze. Als jij meent dat dit goed is om een bracha en het tsricha, dus niet een totale bracha om niet. Hè? Een bracha le watala, een bracha om niet, moet je natuurlijk nooit zeggen om die 100 brachot te halen. Dat is echt verboden. Om de godsnaam daarbij te gebruiken. Maar bracha shein tsricha, dat wil zeggen, bijvoorbeeld, je krijgt een vrucht aangeboden tijdens een broodmaaltijd. En sommige mensen hebben dan de minhak bijvoorbeeld. In de oude Nederlandse minhak was over appels bijvoorbeeld aan het eind van de maaltijd. Aan het eind van de broodmaaltijd. Het borei priya eets te zeggen, omdat het toch aan dessert is, dat niet echt bij de hoofdmaaltijd hoort. Dat is een oude Nederlandse minhak die velen niet meer kennen en dus ook niet meer gepraktiseerd wordt. Dus de meeste mensen zeggen over het dessert, zelfs als het een appel is, geen tijdens de broodmaaltijd, dus geen voorbracha en by the way ook geen nabracha. Als je die appel dus uitstelt tot na het benchen, heb je weer wel een reden om een voorbracha borei priya eets en een nabracha shakol, borene verschot gabot te zeggen. Maar dat is weer een typisch voorbeeld, naast die banaan en het slaatje, van een bracha in het tsricha, een bracha die niet nodig is. En dan moet je ik dus zeg nog steeds borei priya eets. Ja, maar jij bent echt een oude Hollander, Frank. Je bent een oude Nederlander die de Hollandse melk hoog houdt. Waar we trots op zijn. Zo heeft iedereen zijn eigen minhak. Dus jij kunt wel een borei priya iets in die maaltijd zeggen, maar de meeste mensen hebben die minhak die dat gebruiken om. Dus als dessert, als je daar een boomvrucht eet, borei priya iets over te zeggen. Alleen overigens de voorbracha, maar niet de nabracha. Want dat wordt al in het benchen verdisconteerd. Dus is niet nodig om daar een nabracha over te zeggen. Dan heb jij een bracha gezegd, maar voor mij, die dat in principe niet meer doet helaas, is het een bracha shein tsricha die niet echt nodig is. En daarover is dus dan de vraag, kan je dit daarom zeggen om die 100 brachot vol te maken? Want als je deze bracha shein tsricha die niet nodig is, althans niet strikt noodzakelijk nodig is, zegt om die 100 brachot, om die mitzwa van die 100 brachot te halen, wordt het weer wel, volgens degene die dit toestaan, weer wel een nodige bracha. Dus daar is veel over te zeggen. En nogmaals, het wordt niet heel duidelijk gepaskend. Althans, er zijn, zoals vaak in de halacha, echt twee heel duidelijke meningen. Eén staat er toe om een onnodige bracha te zeggen om die 100 brachot te halen.
terwijl de andere dat niet toestaat. En ja, dan zou ik in principe zeggen, doe dat dan niet. Want bij een twijfel over Brachot zeggen we, doe het niet. Maar nogmaals, het blijft een meningsverschil. En als jij zegt, ik doe het wel, dan heb je genoeg grond om daarop te steunen. Volgende vraag in dit verband is, zijn ook dames gebonden aan deze mitzwa van onder het Brachot per dag te zeggen? Overigens, het wordt ook gebracht in de Kitsur Shulchan Aruch. Je kunt dit gewoon nakijken. In de Kitsur, dat is ook een Nederlandse vertaling van over die 100 brachot. Anyway, vraag ze of ook de dames verplicht zijn tot deze mitzwa. Wat zou uw antwoord zijn? Toch geen tijd gewonden? Nou ja, dus de vraag is het tijd gewonnen, ja of nee? Nou, het is Daarvoor wel. Ja, het is in zekere zin is het tijd gebonden, omdat je het eigenlijk binnen één dag moet halen. Als we de dag dan rekenen van zonsondergang tot de volgende zonsondergang, of van nacht tot nacht, dan is dat inderdaad een aan tijd gebonden mitzwa. Althans, ja, maar het is niet echt aan tijd gebonden, want je hebt de hele dag de verplichting. Bovendien heb je de volgende dag weer precies dezelfde verplichting om die 100 brachot proberen te halen. Met andere woorden, het heeft het karakter van een tijdgebonden mitzwa. Je moet binnen één dag 100 brachot zeggen. Maar aan de andere kant kun je volhouden, ja, maar binnen die dag is het niet aan tijd gebonden. En de volgende dag heb je weer dezelfde mitzwa van 100 brachot. Dus het is eigenlijk een beetje een eeuwig doorlopende mitzwa. Goed, er zijn twee meningen over. En zijn er op Slimzalm een Auerbach en zijn Tushuot bijvoorbeeld, die zegt dat het vrouw vrij is. Maar anderen, zoals Ravel Yashiv in zijn werk, Yashiv Moshe, die zegt dat het vrouw wel verplicht is. Want het is werkelijk uiteindelijk gewoon een doorlopende verplichting. Je moet elke keer weer die 100 brachot proberen te halen. Nou, heb je twee meningen en ook hier is het niet echt duidelijk gepaskend in die zin dat het een probleem is dat het door de acroniem, de latere geleerden, dus deze eeuw, worden behandeld. En daarbij is er vaak nog geen psak. Raaf Al-Yashir heeft zijn aanhangers, Raaf Schleumers-Almanaubach heeft zijn aanhangers. En op die manier wordt er niet duidelijk gepaskend. De ene groep doet het omdat hun rebbe dat gezegd heeft, de andere groep doet het omdat, of doet het niet. Omdat de andere groep gezegd heeft, Raaf Schleumers-Almanaubach heeft gezegd dat het dames niet echt verplicht zijn. Goed, dit was het kapitel van de 100 brachot. We gaan nu over naar een ander kapitel en het heet het zeggen van amen. Het Nederlandse woord amen is fout. Waarom is het fout? Amen. Nou, lieve mensen. Waarom is het woord amen fout? Nou, omdat de klemtoon fout is. Het is amen. En dat is best belangrijk, want in de Talmud, in de Gemara, wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan het juist uitspreken van het amen. Een vrome jid zegt per dag zeker een stuk 60, 70, 80 keer amen op een broche. Als je goed oplet in shul en goed meedoet in shul, ben je al heel snel in de buurt van misschien wel 100 keer amen zeggen per dag. Als je je vrouw een bracha hoort zeggen, zeg je amen. Als je kinderen een bracha hoort zeggen, zeg je amen. Het woord amen heeft absoluut belangrijke betekenis in de Talmud en wordt ook als zodanig behandeld. Het wordt gebaseerd op ki shema shema kra, een pasuk in het einde van de Torah. En er staat ki shema shema kra, wanneer ik de naam van God aanroep, havu godel lelokeno, moeten jullie, toehoorders dus, grootheid toekennen aan Hashem. En die grootheid toekennen is in feite het bevestigen van de bracha. Door amen te zeggen, zoals we meteen zien waar het vandaan komt, door amen te zeggen bevestig je de bracha. En ken je dus, want de hele bracha is het toekennen van grootheid aan Hashem, aan God. En daarom is het bevestigen daarvan natuurlijk ook een toekennen van grootheid aan God. Er is overigens een uitspraak in de Talmud die zegt dat degene die amen zegt nog groter is dan degene die de bracha zegt. Waarmee alleen maar het belang van het amen zeggen, want door het amen zeggen wordt het eigenlijk een groepsgebeuren.
Als de Chazan een bracha zegt en jij roept amen, is dat een, wordt het het gebeuren van Barof Am Hadrav Melech. Oftewel, wanneer er veel mensen één mitzwa samen doen, is dat een eer voor Kadosh Baruch Hu, een eer voor de koning, als het ware, om zo maar even in menselijke termen uit te drukken. Maar je, met het zeggen van amen maak je van een privé uitspraak van een privépersoon, want uiteindelijk is het ook de gasten een privépersoon, maak je wel een groepsgebeuren. En dat is een, heeft altijd een grote ma'ala, heeft altijd een groot voordeel, om het zo maar te zeggen. Het groepsgebeuren maken van een privé kedusha is een grote zaak en dat wordt zwaar aangeraden in de Talmud. En nogmaals, een vrome jiet zegt per dag heel vaak amen. In noodgeval overigens wordt amen op een bracha, die je goed gehoord hebt over ons, meegeteld in die 100 brachot. Dus als je een beetje in een goede Joodse omgeving zitten, moet het haalbaar zijn. Goed. Overigens, als je aan het leren bent... dan dus je hoeft ze niet zelf allemaal te zeggen, die 100 brogels. Nou, liefst wel, eigenlijk. Ja, maar... Als, het ja. Niet kan, als je dat niet haalt, dan luister je naar andermans brachot. Ja, nou ja. Okay. Ja, maar nogmaals... Ja, iemand die antwoord op de Shmones op de brachot, die heeft die brachot erbij. Ja, als je in noodgeval... Liever niet, liever dat je het zelf doet. Maar in noodgeval heb je in nood... Dan heb je het al dubbel, want je zegt eerst zelf de Shema Nesre. Ja, ja, dat is 19. En dan nog een keer bij de haling. Ja, dan heb je dus al 2 man 19, oftewel 38. Ja, oké. En als je nog minder in shul bent. Dat is ook één van de redenen waarom je stil moet zijn in shul. Er zijn heel veel redenen waarom je stil moet zijn in shul. Maar dit is wel één van de mooiere redenen. Namelijk dat je, als je niet luistert naar de bracha van de Chazan, dan mis je gewoon één van die 100 brachot in noodgeval. In emergency mag je je daarop verlaten, ja. Alleen wanneer je aan het leren bent, en dat is, ja, helaas komt het in Nederland niet zo vreselijk voor dat je gestoord wordt door een ander minje. Maar in het buitenland zie je dat toch heel vaak, dat mensen zitten te leren in een school en dan begint iemand, Shmoni Eschart op de Dam, en dan heeft ze in de linkerhoek voor, heeft in een minje georganiseerd. Moet je daar nou overal aan meedoen? Nou, ja, de kedusha moet je zeker meezeggen, maar moet je bijvoorbeeld amen meezeggen? Dat betekent dat je heel goed moet luisteren, want je mag niet zomaar amen zeggen, daar komen ze meteen nog op. Dat je goed moet luisteren naar degene die de brachot uitspreekt en dat je ook met aandacht amen zegt. Nou, dat stoort natuurlijk enorm het leren en zeker als er 3 minyanim achter elkaar zijn van iemand die daar hard op voert, want en waarop je dan amen zou moeten zeggen. Met andere woorden, als je zit te leren, moet je dan ook aan meezeggen? Het antwoord is nee. En je hoeft zelfs niet eens kaddish te antwoorden, want het leren is ha-osek be-mitzwa. Als je bezig bent met de mitzwa, ben je patoer met de mitzwa. Dan hoef je de mitzwa niet meer, de andere mitzwa die erop komt, niet te doen. En dat geldt niet alleen voor een bracha die je hoort, ook voor kaddish wat je hoort. Dat gebeurt er ook heel veel, heel vaak. Overigens voor de kedusha en voor modim moet je wel stoppen. Dus als de kedusha wordt gezegd door een, niet door uw gewenste gazan, maar begint daar gewoon in de linker voorhoek van de shul met een eigen minje, dan zul je toch moeten opstaan en je leren moeten onderbreken, want er zijn grenzen aan die regel die zegt, als je bezig bent met een mitzwa, patur min een mitzwa, dat je dan vrij bent van een mitzwa. Met andere woorden, midden in het leren hoef je niet op een bracha te antwoorden, je hoeft niet op kaddish te antwoorden. Als je wil, mag je dat doen. Maar kedusha en modim moet je altijd meedoen. Waarom? Want dat, als je daar niet aan meedoet, lijkt het alsof je je afwendt van Hashem door niet mee te doen met het siboer kedusha. Dus de siboer die zegt een, het siboer zegt dus iets heiligs en dan moet je aan meedoen. Daar kun je niet weigeren om dat niet mee te doen. Goed. Mag ik het vragen? Sorry. Is het niet de bedoeling, stel voor dat je niet 100 keer, maar 200 keer bracha zegt, eigenlijk om jezelf aan te leren, om zo dankbaar mogelijk door het leven te gaan, als het ware. Ja. Nou, het wordt om 2 redenen afgeraden om zoveel mogelijk brachot te zeggen. De eerste reden is dat je heel snel vervalt tot een bracha die niet nodig is. Dat wil zeggen, het is onnodig om deze bracha te zeggen, om deze godsnaam wederom te gebruiken.
En er zijn strenge regels voor, als het ware. En die moet je niet overtreden. Dat wil zeggen, het misbruik maken van Gods naam. Je kunt niet de hele dag de Gods naam zeggen. Waarom niet? Omdat het dan te goedkoop wordt. Dat is even een heel simpele manier van uitleggen. Maar daar komt het wel neer. Het wordt een beetje te goedkoop. De Gemara zegt, hallewaai, dat iedereen de hele dag stond te davenen. Ja, maar toch hebben we maar drie verplichte Shmonei Esrei's. Shacharit, Mincha, Maariv, ochtendgebed, middaggebed, avondgebed. En we hebben maar drie verplichte Shmonei Esrei's gebeden. En de Chachamim, onze wijze, hebben niet voorgeschreven dat je de hele dag moet davenen. En hallewaai dat men de hele dag, waar het maar zo dat men de hele dag stond te dammen. Maar aan de andere kant is daar ook een tegenargument tegen in te brengen dat het daardoor niks bijzonders meer wordt. Geef je het zich wenden tot Hashem, moet toch nog een klein beetje een aspect hebben van iets bijzonders. Van, als je echt de hele dag alleen maar brachot zegt, wordt er niks meer bijzonders. En daarom is het niet goed om dat te doen. Dat wordt daarom afgeraden. Is uw vraag beantwoord hiermee? Oké. Okay. Goed. Amen komt. Amen. Dus in het Nederlands is het niet goed, want de klemtoon ligt verkeerd. En het moet ook amen zijn met een lange E en niet amen. Amen betekent naar mijn bescheiden mening niet veel. Het woord amen betekent eigenlijk, ik ben het er mee eens. Ik geloof erin. Ik vertrouw op wat ik hier zeg, of wat hier gezegd wordt, waarop ik antwoord. Met andere woorden, het komt van het woordje emuna. Amen komt van het woord emuna. Dat betekent ik vertrouw Hashem, ik geloof dat wat hier gezegd wordt. Bore priya eet, God schept de vrucht van de boom, et cetera. Al die dingen worden bevestigd door de beantwoorder. Nou, bij het antwoorden van amen zijn er heel veel regels. Dus je moet allereerst de kavana hebben om hiermee God te prijzen. Bijvoorbeeld, als het een beracha van hoda'a is, dus een zegenspreuk van dank of prijzing, dan moet je denken, ik geloof in de beracha die ik net gehoord heb en ik bevestig de waarheid ervan dat we God prijzen voor 1001 dingen waarvoor al deze brachot geschreven zijn. Tijdens een beracha of een tefila, waar we tot Hashem dammenen, moet degene die dus de bracha hoort en amen antwoordt zeggen, ik geloof dat Hashem inderdaad bijvoorbeeld Gonne Nadat is, de vierde bracha van de Shmonesse, de gever van wijsheid is, en ik dammen dat deze zaak inderdaad vervuld wordt. En hoe ouder je wordt, hoe ferventer je de bracha Gonne Nadat zegt, want deze bracha betekent God geeft ons inzicht, geeft ons wijsheid, God geeft ons daad, kennis. Een ontzettend belangrijk aspect van ons leven is het verstand, verstandelijke vermogens. Dat we een verstand hebben gekregen waar we over kunnen beschikken om na te denken. Want het is God bewaren voor omstandigheden waarin je niet meer kunt vertrouwen op je verstandelijke vermogens. Dus iedereen zegt deze bracha met zeer veel kawana, met veel aandacht. Oké, dat is even een uitstapje. Bij Kaddish bijvoorbeeld moet je zeggen, ik geloof in de wens die uitgesproken wordt bij Kaddish. En wat is de wens die uitgesproken wordt bij Kaddish? Wie weet dat? Het wordt meestal vertaald als een dode gebed, maar het is geen zuivere vertaling. Het is wel waar dat we... De ziel gaat naar boven. Wat zegt ze? De ziel gaat naar boven, om het op Hollands te zeggen. Ja, dat klopt, maar dat heeft niets met Kaddish te maken. Kaddish betekent... Ook dat ook, ja. Nee, het Kaddish, Shmei Rabba, mogen zijn grote naam verheven en geheiligd worden. Balmadi Wara Girute in de wereld die hij geschapen heeft na zijn wil. Balmadi Wara Girute, Wiyam Nigman Gute. Mogen God zijn koningschap doen rusten op onze wereld in onze dagen. Wordt met geen woord gerept. Wordt over de doden gesproken. Over de doden, totaal niet. We zeggen deze kaddish uiteraard bij of na het overlijden van een doden, van een persoon, maar in feite wordt er geen woord gerept over de overleden. Het is een heel algemeen gebed en het heeft wel zeker betrekking op het overlijden, maar dat is pas na veel studie dat je erachter komt hoe dat nou precies zit.
Ja, dat is best moeilijk. Maar anyway, als het met iemand kaddish wordt, moet je dus daarbij denken. Ik daven, ik geloof erin. En ik daven mee met de kaddish zeggen dat God zijn koningschap spoedig in onze dagen mogen openbaren. Daar gaan we het uiteindelijk om. Dat is de betekenis van mogen God zijn naam groot en heilig maken in de wereld. Dat is gewoon bekend maken in deze wereld. Die een beetje in eigen ogen van deze wereld een beetje losstaat van de koningsboer, helaas. We leven in een wereld waar voor godsbewijs onmogelijk is. God heeft deze wereld geschapen, maar bewijzen kan geen mensen. En dat is natuurlijk een typisch voorbeeld van een stuk godsverduistering. En dat is het hele idee van de Bragot, dat we die godsverduistering proberen op te heffen. Ja, bij het uitspreken van Amen, en nogmaals, de Talmud besteedt er echt veel aandacht aan, moet je het woord goed uitspreken, met aandacht uitspreken, en je moet het ook, hè, ik geloof in wat hier gezegd wordt, dan moet je dus een beetje heel snel, ja, de betekenis van de woorden die de gazen uitspreekt, of die iemand anders uitspreekt, bij de Bragot, moet je wel begrijpen. Vandaar dat het zo belangrijk is om, ja, Pirush HaMilot heet dat, het verklaren van, het vertalen gewoon van het Vila, wat zeggen we nou elke ochtend en elke middag. Anyway, het woord Amen moet zo lang duren als Eel Melech Neerman. Dat is eigenlijk een soort, ook een soort acrostigon, of een soort beginletterwoord van Eel Melech Neerman. Eel Melech Neerman betekent God is een betrouwbare koning. Een tijd waarin het vertrouwen in de overheid zwaar tamende is, is dat wel even belangrijk te vermelden. Anyway, het woord Amen moet je dus niet al te snel uitspreken. Het moet net zo snel uitgesproken worden als deze drie woorden samen, Eel Melech Neerman. Dus je moet even je tijd nemen voor het uitspreken van het woord Amen. Ik herinner me mensen die je vertelden hoe dat vroeger ging voor de oorlog. En er werd altijd inderdaad lang, lang gezegd, oh mijn. Dat werd vrij gedragen gezegd en dat verdient ook zijn plaats in de wereld van de halacha, want je moet het uitspreken zoveel tijd als je nodig hebt om Eel Melech Neerman te zeggen. Ja, je mag eigenlijk Amen pas zeggen als je in ieder geval een groot deel van de bracha hebt gezegd. Er zijn nog wel eens mensen die bragot verkeerd zeggen of mensen die bragot expres verkeerd zeggen, maar welke redenen dan ook. En dat is eigenlijk niet toegestaan om een Amen te zeggen als je de bracha niet grotendeels gehoord hebt. Bijvoorbeeld vanaf de godsnaam. Dus Brugata Hashem. En vanaf Hashem moet je hem zeker gehoord hebben. Als je weet dat degene die de bracha zegt een betrouwbaar mens is. Een betrouwbare Jid is. Die weet dat hij het goed doet. Dan mag je het ook zeggen als je dus niet de hele bracha hebt gehoord. Nee. Poskim Rada aan hier van de godsnaam en de rest van de bracha gehoord hebben. Je hebt gezegd, als je de eerste twee woorden brugata gemist hebt, is dat niet zo vreselijk. Als de bron van deze bracha maar een betrouwbaar mens is, ja, dan hoef je niet de hele tekst te horen en dan mag je gewoon Amen zeggen. Amen bevestigt iets en dat moet wel serieus zijn, dus je moet het wel behoorlijk gehoord hebben. Er is een bekend verhaal uit de Talmud dat er een enorme shul in Alexandrië was, in Egypte, waar de mensen ook de gazan absoluut niet konden horen. Hoe konden ze dan Amen zeggen? Ze zeiden Amen, want er werd met vlaggen gezwaaid. Dus als de gazan de eerste bracha zei, dan ging er een vlag omhoog en dan zei iedereen aan een bepaalde tijd Amen. Waarom mocht dat dan wel? Want degenen die daar zaten hebben natuurlijk ook, hebben het ook niet gehoord. Hebben ook niet gehoord wat hier gezegd werd. Dan konden ze daar Amen op zeggen. Het antwoord is dat ze dus precies wisten. Ze telden gewoon de bragot van de Shmoneh Esrei. Ze wisten precies waar de gazan was. En dan mag je inderdaad een Amen antwoorden op een braga. Ook al heb je de braga lijfelijk, fysiek niet gehoord. Met andere woorden, als je weet welke bracha wordt gezegd, en ook als je weet dat degene die de bracha zegt een betrouwbaar persoon is, dat ze serieus meent wat hij zegt en ook niet verdraait, et cetera, dan kan je ook, als je niet hoort, maar wel weet welke bracha gezegd wordt, kan je Amen zeggen. Dus nogmaals, je moet in principe de hele bracha gehoord hebben om Amen te kunnen zeggen.
in uitzonderingssituatie waarin je dus weet welke bracha gezegd werd en dat het door een betrouwbare persoon gezegd werd, wat meestal het geval is natuurlijk, mag je amen antwoorden als je maar weet dat er een bracha is gezegd en welke bracha is er gezegd, ook al heb je die bracha niet gehoord. En dat is een interessante haloge om over na te denken wat de betekenis is van het amen zeggen. Want als je weet welke bracha gezegd is en je door de afstand tot de gazan en shoe en de slechte akoestiek de bracha niet kan horen, dan kun je nog steeds amen zeggen op deze bracha, want je weet wat er gezegd is. En dus kan je ook identificeren met de bracha. Als jij weet wat de bracha qua inhoud is, weet je ook waarop je amen zegt en kun je ook amen zeggen. Oké. Dan is er een belangrijke discussie in de Talmud over amen gatufa en amen yutoma. Amen gatufa of kutufa betekent te snel uitgesproken amen. Ja, met andere woorden, mensen zeggen amen, maar dat is fout, want je mist dus de eerste klank. De o of a, amen of o mijn. Als je dat mist, heb je dus een te snel uitgesproken, volgens één uitleg, amen uitgesproken. En dat is door de Talmud ernstig gelaakt. Talmud is daar helemaal zeer ontevreden voor. Dan is er ook nog een amen kutufa, een afgehakte amen. Dat ook weer verschillende verklaringen heeft, maar één daarvan is dat je de noem niet amen, en dan vergeet je de noem te zeggen aan het einde, de M-klank. En dat is ook niet goed. En dan, wat? Ja, er komt best heel veel voor dat mensen gewoon niet echt, gewoon maar uit gewoonte amen zeggen, maar dan vergeten ze het goed uit te spreken. Mag ik nog even vragen tussendoor? Betekent dat ook iets anders? Dat als je niet volledig amen uitspreekt, betekent dat ook werkelijk, is het ook een ander woord dan? Qua betekenis? Het kan een ander woord betekenen, afhankelijk van hoe je het uitspreekt, ja. Maar het betekent in feite niks. En het is een grote onachtzaamheid. Op een plaats waar je duidelijk moet instemmen en van het privégebeuren een algemeen gebeuren maakt, een groepsgebeuren, dat je dat allemaal zo achterloos doet, dat is de laakbaarheid. En Talmud is daar heel streng in zijn oordeel over. Ik zal maar niet alles vertellen hier, maar de Talmud is daar best zeer ontevreden over. En met name ook een amen yutoma, een amen die veel te laat uitgesproken wordt. Dat is een van de verklaringen van amen yutoma. Amen yutoma betekent letterlijk een wees amen. Een weeskind kent zijn ouders niet, of weet zijn ouders niet meer. En zo ook heeft deze amen die bracha waarop je amen zegt, niet meer. En daarom moet je eigenlijk toch kdei dibur, dus echt binnen 2 seconden eigenlijk, moet je amen hebben gezegd. Anders is het een amen je tomaan. En ik spreek ze er heel negatief over uit. Dus als je amen antwoordt, doe dat acuut. Gewoon acuut antwoorden, oh mijn, als je een mooie bro hoort. Iets waarop je amen moet zeggen. Goed, met andere woorden, de alf en de noem niet inslikken en ook niet te lang wachten. Dus je moet het meteen antwoorden, want anders zit je wat betreft het amen zeggen een beetje mis. Allemaal te maken met uitingen van minachting, et cetera. En nogmaals, als je een bracha hoort, zeg dan zo snel mogelijk amen, want anders heb je eigenlijk alweer de boot gemist, om het zo maar even te zeggen. Het is geen... het is geen goede zaak om amen te scheiden van degene waarop je amen zegt. Goed, dit was het onderwerpje amen. Ik wou nu met jullie gaan bespreken. We hebben nog even 7 minuten, want ik moet echt om 8:55 stoppen. Wat doe je als je per ongeluk begonnen bent te eten zonder bracha? Dus je hebt een stuk cake in je mond gestoken en pas later herinner je dat je voorbracha had moeten zeggen. Of je neemt een slok water en je hebt nog geen voorbracha gezegd. Moet je dan toch een nabracha zeggen? Stel dat dit zo het feit is. Verder denk je er verder niet over na. En de volgende vraag die dan opkomt is... Kun je bij de tweede hap gebroken zeggen? Ja, daar gaan we zo meteen over spreken. Oh, dat is een hele mooie oplossing. Maar dat heeft een beetje haak en ogen. Maar even de algemene vraag. Waarom zeggen wij een voorbracha? Wie weet het nog? We hebben 2 lessen geleden gedaan. Maar wie weet nog waarom wij een voorbracha zeggen?
Nou, om Hashem te danken natuurlijk. De Gemara zegt ook dat als je iets eet van deze wereld die aan God behoort, zonder bracha te zeggen, is het alsof je steelt van Hashem en van het Joodse volk. Het Joodse volk steel je de zegen van God en van Hashem steel je in feite om te zeggen, Hashem ha'aretz u'melo'a, aan God behoort de hele wereld en alles wat er vult. En als je iets pakt uit deze wereld zonder bracha, heet dat een vorm van diefstal. Niet echt diefstal dat je bij de rechtbank, bij de bedien kan inlossen. Maar het is wel iets wat min Hashemayim vanuit de hemelse perspectieven gezien wordt als een laakbare zaak. Goed. Als je dus die voorbracha niet hebt gezegd, heb je Hashem niet bedankt. Dan is het een klein beetje religieuze diefstal, om het zo maar te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat als je eenmaal, zoals de Talmud het zo mooi uitdrukt, als je eenmaal knoflook gegeten hebt, dat je maar moet blijven knoflook eten. Dat wil zeggen dat je maar die zonde, als het ware, zo ongerepareerd, onverbeterd, moet laten liggen. Antwoord is nee, ja, dat klopt, dat is niet goed. En je moet die voorbracha, zullen we zo meteen nog spreken, want er zijn verschillende manieren om die voorbracha nog steeds te zeggen. Maar een nabracha blijf je gewoon verplicht. Wat is het verschil tussen voorbracha en nabracha? Nou, met name de kwantiteit. Voorbracha moet je over elke hoeveelheid, als je maar een druppel water drinkt, moet je al een voorbracha drinken. Maar de nabracha mag je nog wat zeggen als je bij vloeistoffen 87 cc had gedronken. Zoveel moet je hebben gedronken in dit geval dan, voordat je überhaupt een nabracha mag zeggen, maar daarna moet je hem ook zeggen. 87 cc, dus als je 87 cc gedronken hebt uiteindelijk, ook al heb je geen voorbracha gemaakt, toch moet je een nabracha maken. Dat wil zeggen dat voorbracha en nabracha niet aan elkaar geklonken zijn. Het is niet een onafscheidelijk echtpaar dat als je de een hebt gedaan, moet je ook de ander doen. Nee, het zijn twee losse dingen die alle twee gebeuren moeten. Ook al heb je geen voorbracha gezegd, die nabracha moet je nog steeds zeggen. Oké, wat doe je nou als je voedsel hebt? Dan ben je eens beginnen met vast voedsel. Als je vast voedsel in je mond hebt en je denkt, oh gosh, ik heb geen bracha gezegd. Of je hebt het inmiddels al doorgeslikt. Laat me even spreken over je vast voedsel bijvoorbeeld in je mond. Er zijn er drie meningen in de Talmud. Wat je dan moet doen. Nou, u zult vragen, ja, maar kan ik dan gewoon niet met het stuk cake in mijn mond toch die bracha zeggen? Zeggen we nee, liever niet. Want die malet tilat ga. Ik heb even precies niet naar mijn hoofd, maar er wordt gezegd. Peter Hilatega staat. Ja, staat het nog weer, zeg maar even. Hilatega, ja. Ja, nee, maar alleen Pieter, dat mogen mijn mond zijn vol van uw lof. En maar dat wordt ook heel letterlijk genomen. Dat wil zeggen dat je je mond vrij moet hebben om een nabracha of een bracha in het algemeen te zeggen. Het is best moeilijk na te eten, want je kunt niet meteen na te eten een nabracha gaan zeggen. Je moet eerst je mond schoonmaken. Dat wil zeggen, dat kost gewoon enige tijd. De nabracha kun je dus pas zeggen als je mond schoon is. En dat is een algemene regel in het Jodendom. Dat je lichaam vrij moet zijn, of zoveel mogelijk, het is nooit helemaal te realiseren, maar je lichaam moet zoveel mogelijk vrij zijn van bezoedelingen. Bezoedelingen zijn dus onder andere de etensresten in je lichaam. Als je naar de wc moet, mag je niet benchen. En zeker niet als je dringend naar de wc moet. Ja, met andere woorden, je lichaam moet zoveel mogelijk schoon zijn. En dat wordt altijd, 's ochtends vroeg moet je voordat we gaan dappen, dan moet je naar de wc gaan. Etcetera, etcetera. Maar dat is dus best een strenge regel eigenlijk in de Talmud. Dat wordt afgeleid uit het principe van kol atzmotai tomarna. Al mijn botten zeggen, of al mijn gebeente, of al mijn ledematen zeggen, wie gaan mogen houden. Wie is het UFM? DWZ. Maar dan moeten wel alle ledematen schoon zijn, of althans zoveel mogelijk schoon. Zoveel mogelijk schoon zijn, en dan moet je dus inderdaad voordat je een bracha zegt, naar de wc zijn gegaan. Even zet, voordat je een voor- of nabracha zegt, maak je mond schoon. En zorg dat je geen overtollige dingen zegt. In België, ik kom net uit België, was er een. ik hoorde het op de radio, ik zat in een taxi. Er werd een nieuw plan gemaakt om overal toiletten te distribueren.
En toen dacht ik, ja, dat klopt wel eigenlijk met deze shiur die ik morgenavond in Amsterdam moet geven. Het is wel een hele interessante bijkomstigheid. Het is echt een officieel overheidsplan om dat te bevorderen. Goed, in ieder geval, dit is de lichamelijke hygiëne die nodig is bij een bracha. En onder andere ook dat je je mond en de rest van je lichaam vrij moet hebben van dingen die deze, ja, de volheid van je mond om de lof van Hashem te spreken te hebben. Lieve mensen, ik moet stoppen en ik dank jullie voor de aanwezigheid. En ik ga hopen over 2 weken weer, of misschien is het Pesach, dat lukt niet. Dat is de 30ste, dat is of na Pesach, zeg maar. Ja. Ik heb even een korte vraag bij een Evers. Ja. In verband met bij de herhaling van de Sponesre, dat ik zie dat de Sligeet Sibur soms nalaten om de hele modim luid op te zetten. Is fout, is totaal fout. Is helemaal fout. Ja, ja, natuurlijk. Oké, sorry, ik moet stoppen, lieve mensen. Ja, maar is het voor of na Pesach? Of over 14 dagen of na Pesach, zeg het maar. Nee, maar na Pesach, doe maar wat 14. Oké, dan maken we contact weer. Oké. Is goed, kan je. Hartelijk dank. Heel hartelijk dank. Oké, fijne avond. Dag, Jada. Dag, Mayo. Hallo. Tot ziens.